Zo. Zonder wiskunde, dat is niet goed. Dat is, als je het niet wiskundig kunt beschrijven, dan klopt er waarschijnlijk iets niet, dan is het fout. U hebt toen die analogie met de veiligheidslijn gebruikt en u hebt ook gezegd, u vindt die wiskunde in de natuur terug. En die wiskunde die is er altijd al geweest, hij moest alleen nog eventjes ontdekt worden. Dat was er al voordat er mensen waren. U hebt mij en naar ik ook iedereen hier erg geholpen met weer het ontdekken van weer een nieuw stuk natuurkunde, namelijk die kwantummechanica. En voor zover ik het kunnen begrijpen, zit daar een enorme schoonheid in. Ook in dat Zwitserse zakmes wat u voor ons heeft neergelegd en geopend. En met dat Zwitserse zakmes, onder andere die wiskunde, hebt u mij, ik hoop iedereen, toch wel behoorlijk begeleid in die rare, vreemde wereld van de kwantummechanica. Uw opfrissertjes, dat werden opwarmertjes. Dat is wel een beetje verschil, denk ik, kwantummechanisch. U zei, wen er maar aan, accepteer het maar, en als je dat niet wilt, dan is kwantummechanica niet jouw ding. U hebt mij... Zo gezegd hebben. Goed genoteerd. U hebt mij laten kennismaken met allerhande nieuwe begrippen, de hulpbedruimte, constante van die black bodies, ultraviolet, catastrofe, om er maar een paar te noemen, pitiballs, koptereffect, biljarten met fotonen, de brekkenrotatie, en er kwamen zelfs een aantal dieren in te pas. Naast de superpositie is er geen stoffingen door de kat van Schrödinger, de kwantumkonijn. En er kwam ook nog een cavia, Super Anton, die kwam ook nog om te kijken. Voor mij allemaal enorm nieuw. Ik wil niet zeggen dat ik alles begrepen heb, maar u hebt het zeker niet verwerkt. U hebt mij wel enorm nieuwsgierig gemaakt. Ik heb vorige week geleerd dat het zinniger is om te vragen hoe het komt dat een elektron een bepaalde spin heeft, dat is beter dan vragen waarom het zo is. En toen kwam bijna, of helemaal eigenlijk, kwam de zin van het leven kwam om de hoek van de deur kijken, maar het komt waarschijnlijk bij de volgende reeks nog veel meer. Vermoed ik, komt er om de hoek kijken. Goed, u zei dus, natuurkundigen die beschrijven eigenlijk alleen maar en die vragen dus niet naar het waarom, maar meer naar het hoe. Hoe dan ook, ik heb vastgesteld weer opnieuw dat u met enorm veel enthousiasme en grote inspanningen ons en mij probeert de weg te wijzen naar een punt waarop u zelf zei, plotseling dan betekent het iets voor je. En dat je dat dus mag zien. Zover ben ik gekomen en ik ben u daar heel erg erkentelijk en heel veel dank voor. Je krijgt straks weer van mij een dankkaart. En daar staan allemaal meer of minder korte kreten op, of alleen de handtekening op. De mensen die de meeste hebben wel gezien, sorry. De andere kant alsnog.
U denkt dat het een particule is, maar dat is het echt niet. Ik doe dit met plezier voor dit te doen. En de reden is, een deel van wetenschapper zijn is net als een muzikus die niet optreedt, daar heb je niets aan. Je voelt me soms een soort pyromaan. Je probeert fikjes te stoken, je probeert ideeën aan te wakkeren. En dan hoop je dat dat doorsuddert op vroeg of laat een keer toe een goede fixer brandt. En de bereidheid die u toont om daarmee te spelen en daarmee niet voor weg te lopen, überhaupt de samenvatting die u maakt, nogmaals, hè, daar kunnen een hele berg studenten een puntje aan zagen. En als het publiek dat heeft, dan loop ik tot het blauw. Dat doe ik voor. Dat zijn op een manier mensen die mijn muziek willen horen, dan speel je. Ja, daarvoor mijn dag, echt mijn dag. Dat doe ik graag. Ja? Dat kan ik niet goed doen. Ik zal het echt doen. Ja? Ja? Ja, dus. Doet hij weer, hè? Dan weer van heb je weer van de haren overgebracht? Ja, dat is echt. Dat gaat heel diep. En mijn vrouw merkt het aan, want ik kom allemaal vrolijk thuis. En ze merkt dat dat meer is dan als ik het zelf was gegeten. Zullen we dan een paar colleges achteraan pakken? Ja, dat vinden we een keer goed idee. Ja. Om het systeem beter begrijpen. Maar even voor de duidelijkheid, hè, het niveau waarin je nu zit te denken, die bracketnotatie en dat over die hoe dat het zwarte lichaam staat, dat is boven het niveau wat de doorsnee Nederlandse natuurkundedocent heeft. Hè. Ja. Zoals u nu ziet, zet ik liever voor de klas. Niet mijn directe collega's. Ze zijn wel lekker van hier. Ja? Die zijn niet bijgeschoold. Nou ja, en daar zie je dus de reactie. We leven in een maatschappij waar het nutdenken prefereert. Ja, dat heb ik hier nog. En ik weet niet of dat per se altijd de slimste gedachte gaat, maar dat is mijn persoonlijke. Dingen kunnen belangrijk zijn terwijl ze totaal nutteloos zijn. En het belang van iets is niet altijd het nut. Het belang van liefde is niet het voortbestaan van een ras. Het is ook mooi in nut te definiëren. Ja. Ja. Maar het is tegenwoordig wel nut en noodzaak zo langzamerhand. Ja. Ja. Ja, maar wat kan ik dan aan mijn leerlingen? Dat ga ik toch niet mijn leerlingen vertellen? Nee. Ja, maar het gaat om jou. Dat jij snapt hoe het in elkaar zit. Ja. En als jij het snapt, dan maakt het me niet uit hoe je dat vertelt. Vroeger een laptop van Philips, die kon spelen zonder ruimte. Die vrijdag, ja. Dat is van Miedema. Dat is een van mijn allergrootste helden. Ja. Zonder dat we te weinig van dat soort mensen hebben. Ja. Ja. Dat ben ik bijna moet nemen, hè. Daar waren we gebleven, hè. En dan had ik gezegd, oké, ik lees de kans op PE, lees ik als de norm in het kwadraat, hè, en de PE in het kwadraat, en de kans op E2 is de norm in het kwadraat op E2 in het kwadraat. Ja, want als ik dit uitrekenen, hè, dit deed, dan stond er eigenlijk E1 plus 2, en zo hadden we gemaakt, dat is dan 1. De kans dat u of E1 is of E2 is, dat heeft geen andere keuze. Zo lees ik het. Dus de norm, de lengte van dat pijltje, niet de fase, maar de lengte van dat pijltje, dat is de kans dat het een kans. Het verschil met de stochastische kans is ik kan mijn stinkende best doen, ik kan de God almacht zijn. Hè. Ik,
kan nooit voorspellen wat het zou zijn. Klassiek, hè, als ik precies zou weten wat, en precies is heel lastig al, hè, wat alle deeltjes delen, hè, weet ik precies wat er gaat gebeuren. No doubt about it. Is er een adder in het vast, dat heette dan een chaos systeem, omdat dat heel lastig is. Hè. Maar in principe is de natuur totaal deterministisch behalve de kwantum natuur. Hier moeten we Einstein toch niet aan? Nou, dit was niet eens het grootste probleem. Het grootste probleem is te verschijnen dat het de zon nog is. Ja. Maar we hebben het beloofd, de complexe getal. Dat kan niet, omdat het complexe getal is. Daarom kan dat. Ja, goed. Nou, als ik op die manier denk, dan is de verwachtingswaarde van een operator, of van iets, hè, van een energie, zou dan E1 keer PE1 zijn, plus E2 keer PE2 moeten zijn. Verbrekkingen, verwachtingswaarde, dat is gewoon een kansberekening. Dus als ik dat uitschrijf, nu is mijn vraag, kan ik in mijn lineaire algebra-doos of vectorruimtes iets verzinnen wat, als ik dit weet, dat maakt? Ja, er zit nog iets in onze doos van de lineaire algebra, namelijk lineaire operatoren, matrices. Weet je nog? Dus wat ik nou ga doen, ik ga een matrix introduceren, een operator introduceren, en die doet iets met een toestand, maakt een andere toestand van, die bij die energie E hoort. En de matrix die ik introduceer, ik gebruik daar de letter H voor, de, in het dure Hamiltoniaan, dus maar lees je daar maar gewoon energie voor, is E1, E2. Want als ik nou dit uitreken, dat is dan 4 sterretje E1, 4 sterretje E2, hè. Je moet er een liggende vector van maken, een complexe conjugeer, keer de matrix, E1, E2, 0, 0, keer, en laten we zaken. Eerst dit keer dit, laat het andere even staan, hè. E2 keer 0, dat komt op de bovenste lijn. En zo lees je een matrix. Hè? Van de tweede rij, 4E1 keer 0, plus 4E2 keer 4E2, dus 0. Zo lees je dat, hè? Nou, dat is het deze ding, hè? En dan moet ik die keer die doen. Dat is E1 keer E1. Plus die doe ik. Dus ik kan, als ik nog verder rommel in mijn gereedschap van de lineaire algebra, ook dat maken. Oneens? Kan ik nog meer rommelen? Nu doe ik. Nou, weer cocking, hè? Er zit er nog meer in die doos van de lineaire algebra die we zouden kunnen gebruiken. Ja. Altijd heb ik die vraag waar je dan nog weet. In de lineaire algebra heb je, noemen we dat, coördinaattransformaties. En normaal, in de middelbare school, werk je met Cartesische coördinaten. X, Y, Z. Gaat EX naar het goede, EY, EZ. Eenheidsvector, stokjes. Maar dat zijn niet de enige die
kan bijvoorbeeld een punt in die ruimte ook aangeven door de afstand tot dat punt te geven. Hoeveel ik die stok omhoog gedraaid heb, en hoeveel ik die stok die kant uitgedraaid heb. Dus als ik wil aangeven waar die overheadprojector staat, dan kan ik zeggen, dus 1, 2, 3, 4 stappen in x-richting, 1, 2, 3 stappen in y-richting en 1, 2 stappen in de z-richting. Dat zal ik even doen. Maar ik kan ook zeggen, het is van hier naar daar is het, snel de stelling op tafel doen, 7 stappen. Ja. Dus een stok van 7 omhoog tillen, onder wat zal het zijn, 30 graden, zo draaien. Dan heb ik het punt ook perfect vastgelegd, ziet u dat? Dus ook bij op die manier kijken voor coördinaten. En hoe vind je nou uit wat coördinaat is? Je wiebelt een beetje met de variabele die bij die coördinaat wordt. Hoe vind ik uit wat ex is? Verander de x een beetje. En de richting die dan uitgaat, dat is de x. Dus ik heb hier een ER, die is in deze richting. En E-theta, ik ga er ook met deze verschappen. Ja. Dat is in deze richting. En ik wiebel met deze. Dat is in deze richting. Een totaal ander coördinaatsysteem, maar net zo richting. En zo zijn de x'en en de p's simpelweg andere coördinaten. Dus ik kan een toestand phi lezen als een som, want dat de x een continue variabele is, schrijf ik daarmee een rare integraal weer voor. Want phi van x, x. Of net zo legitiem lezen als een som over p. Je zet er een dakje op, ja. Omdat het niet dezelfde functie hoeft te zijn. Hè. Dat hebben we met elkaar te maken, niet dezelfde functie. Dat is gewoon een coördinaattransformatie. Dat is wat het is. En dat, als u hier kijkt, hè, die vector R, in het ene coördinaattens is het gewoon E keer ER. Alleen één toestand, zou ik dan zeggen. Terwijl het in die andere een mengelmoes is van die drie toestanden. Ja? Dus een cartesische coördinaten zal het zijn R, cosinus, theta, cosinus, phi, cosinus, theta, sin phi, en sin phi. Zie je een mengelmoes van die drie? Het gaat niet precies op de superpositie beginsel. Wat in de ene een zuivere toestand is. Eén toestand, één ER, is die andere combinatie van drieën, is in een superpositietoestand. En dat is precies wat hier aan de hand is. Ja, één zuivere X is meerdere P's tegelijk. Eén zuivere P is meerdere X's tegelijk. Ja, zo werkt dat hier, dat is gewoon een coördinaattransformatie. Precies dezelfde structuur. Dan moet ik een draai maken. Nu zou ik heel graag willen, dat daar het onzekerheidsprincipe in zit. En dan, wat ik dus eigenlijk wil weten, als ik voor een zekere functie phi weet wat de phi van x is, hoe kan ik dan die phi van p uitrekenen? Hoe doe ik dat? En dan blijkt dat, ik zal daar niet een detail in maken, een ander belangrijk ding in de natuurkunde heet de Fourier-transformatie. En de Fourier-transformatie die schrijft de ene functie als een som van één macht van een andere functie. En de Fourier-transformatie van f van x is in de structuur even niet zo belangrijk. Gewoon een raar beest.
die, dus die functie fx is een som van functies van fk's. En die functie van fk is een som functie van die fx. Mensen die college wiskunde basis deden, dat is dat ding met die stokjes en die stokjes die allemaal om elkaar heen liepen te draaien. En dat plaatje teruggaven van de Simpsons. Ja? Heel kort door de bocht gezegd, van e tot de macht 3kx. Dat is een stokje, hè? Dus dit is dan kx. Hè? Als x verandert, dan gaat dat stokje ronddraaien. Ja? Ik heb eigenlijk allemaal van die stokjes aan elkaar zitten. Die allemaal om elkaar heen draaien. Ja? En dat is een beetje zoals het wereldbeeld van Ptolemaeus. Cycles en cycles en cycles. Hè? Dus het draait in een cirkel. En die cirkel draait ook weer een cirkel. En die cirkel draait ook weer een cirkel. En nu blijkt dat je dus blijkbaar iedere willekeurige functie kunt maken door al die stokjes die allemaal zo ronddraaien. En op mijn website staat een voorbeeld van een tekening van de Simpsons, van een cartoon. En dan worden die cirkels zo van allemaal, de tekening wordt nagetekend door al die stokjes die dan daar in elkaar zitten. Dat is de Fourier-transformatie. Maar wat belangrijk van die Fourier-transformatie is, is dat er een samenhang is hoe breed deze functie is en hoe breed die functie is. Hoe smaller deze is, hoe breder die is. En hoe breder die is, hoe smaller die is. En dan blijkt dat de breedte van deze en de breedte van die altijd groter of gelijk aan een half is. Maar dan heb ik iets. Dat betekent dus, want dat lijkt heel erg op mijn onzekerheidsrelatie. Hè? Dus dat, want die onzekerheidsrelatie was delta x, delta p, groot of gelijk aan h' gedeeld door 2. Met andere woorden, mijn impuls is even anders dan h keer k. Die Fourier getransformeerde variabele daarvan. En zo hangen ze dus samen. En als ik dat eenmaal weet, dan weet ik dus ook deze functie hier. En eigenlijk moet dan schijnen p delen door h, hè? Dat is weer k, is de Fourier-transform. Van wie? Dus die structuur zit er ook in. Dat helpt me. Ik ga u dat niet, ik zal u niet op detail besparen. Het staat in het dictaat voor u uitgeschreven, dus als u wil uitzoeken, dan kunt u daar vinden. En dan moet u een borstel hebben. Stop. Als ik nou de impuls zou willen meten van een toestand, dan is de gunstige representatie de p-representatie, met me eens? Want p dp, phi, takje, p gedeeld door h. En ik weet wat die P doet met dit. Wat doet hij namelijk met de toestand P? Zet er gewoon de waarde P voor. Dat deed ik net ook met de energie, hè? Moet je wat. Je maakt die dus van dp, P van dakje, P door de H, P. Stel nou voor, ik zou de verkeerde. De onhandige representatie had ook gewoon, het is precies hetzelfde toestand, dit, dx, phi van x, x. Omdat ik weet dat die twee elkaar Fourier getransformeerd moeten zijn, ja, dus hier komt dan straks te staan dx, een andere phi van x, hè, x, en deze moet dan weer kloppen met die. Weet ik dat dit moet zijn h gedeeld door i afgeleide van g van x. Dat haal ik uit die Fourier-transformatie. Gewoon bak wiskunde in, is verder niet interessant. Maar dus als p dit verandert in dit, moet die dit veranderen in dit. Want die zijn aan elkaar geknoppeld via die Fourier-transformatie. Dus in termen van x is de p-operator niks anders dan h gedeeld door i ddx. Dus de eerste
Tesla-transformatie. We hadden er nog zo'n een, energie en tijd. Het zal u niet verbazen dat in termen van T, H is I keer H, D is T. Om het dan een eentje H gedeeld door I op I keer H, dat is even detail te geven. Om dat te uitschrijven. Dat is Schrödinger-vergelijking. Ik ga u overtuigen dat de Schrödinger-vergelijking eigenlijk helemaal niets speciaals is. Kijk maar. Dat is eigenlijk niets anders dan de energieoperator op twee verschillende manieren opgeschreven. Wat is normaal de energie? De potentiële energie plus de kinetische energie. Daarmee eens? Potentiële energie, schrijf hem een beetje raar, is P kwadraat gedeeld door 2R. De impuls in het kwadraat gedeeld door 2R. Als je daar invult, M keer W staat er M keer W in het kwadraat. Ja, dus m kwadraat keer w kwadraat, deel door m, dat geeft mw kwadraat, en een half ervoor, kijk, half mw kwadraat, daar staat. Plus de potentiële energie. Daar gaat ie. De p-operator is h gedeeld door i ddx. Dus h gedeeld door i, keer h gedeeld door i. Dus laten we het even anders schrijven, waar niet naar hard gaan. Dit is h gedeeld door i ddx in het kwadraat. Hè? Nou, wat is dat? H gedeeld door i keer h gedeeld door i. Dus h kwadraat gedeeld door min 1. Hier staat dus min h kwadraat gedeeld door 2m ddx in het kwadraat. Plus w van r. Dr van r. Ik heb hier de vier geschreven zoals. Dat is de ene helft. Ja, maar wacht eens even. Niet alleen. Moet je nou eens goed steeds. Is die h dit, aan de andere kant is het ook i keer h ddt. Dus dit moet gelijk zijn aan i keer h ddt. Weer integraal, R. Dus met andere woorden, ik leg hem ergens neer, ik heb zeker gek. Gaan we schrijven. Min h kwadraat gedeeld door 2m plus w van x. Laat ik even. Oh, ho, 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 ho. De x kwadraat, hè? Plus w van x. Phi van x. Is gelijk aan i h. ddt. Schrödinger vergelijking. Niets spannends aan. Gewoon de wet van behoud van energie op twee verschillende manieren geschreven. Ben je mee eens? Nou, waarom maken de mensen er zoveel kabaal over? Omdat het je toelaat, als je eenmaal die potentiaal meet, die phi van x uit te rekenen. En dan weet je dus welke. Dan kun je dus uitrekenen welke toestand erbij komt. Als ik die Schrödinger-vergelijking oplos, dan kan ik daarna zeggen. Oké, mijn toestand phi was dus dx van x van x. En dan heb ik hem opgeschreven. En dan kan ik uitrekenen wat de verwachtingswaarde is om ergens een deeltje te vinden. Namelijk p van x is. En dat zijn die wolken die ze tekenen bij die waterstofatomen. Daarom is men er zo. Je kunt ermee rekenen. Maar het ding zelf, hè,
van les van af. Ik moet er veel dingen bij trekken. Schreudinger zo afgeleid? Nee. Nee. Schreudinger heeft de analogie gemaakt met God. Dat je dat zo beseft is vandaag. Ja. Als je bijvoorbeeld Feynman leest, hè? Feynman is ook weer relatief laat, denk ik, over die Schreudinger vergelijking. Dat is volgens mij om dezelfde reden. Omdat het eigenlijk niet. Het is niet spannend. Het is, als je het eenmaal op deze manier ziet, is het vanzelfsprekend. Je kunt er alleen veel meer rekenen. Bovenspak. Ja? Er staat een RVR vector. Dat is een, nee, dat is een vector. V. Ja? Oh, hier. Dat is ja, een vector. En de volgende rijtje staat hier. Ja, wat ik heel gemeen doe, hè, ik schrijf een heel algemeen op. En een heel stukje ben ik aan het glijden naar mijn invariabele. Want ik wil die NABLA-operator niet in mijn notatie hebben, dat verwacht mensen. Dat is een stiekem. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja? Ja? Dat is wat ik stiekem heb. Is de volgende vraag, wat is dat driehoekje? Dat probeer ik stiekem te verwijderen. Ja? Nou, dan gaan we morgen eens wat slapen. Ik sta het laatst op het dan lopen. Dat is een beetje, ik wil het wel lezen. En morgen slapen doet iets interessants. Dan is die potentiële energie is van een vorm, is een half k is kwadraat. Zo'n parabolische put. Mensen die wiskunde basis gezien hebben, oh ja, dat was waar ook. En het komt heel veel voor in de natuurkunde, overal waar een minimum zit in de potentiële energie. Bij tweede orde benadering is dat altijd een harmonische snelheid. Dus bijvoorbeeld twee atomen die in een molecuul zitten, die zitten op een minimum afstand. En in nulde orde of tweede orde benadering is dat minimum zo'n kwadratisch puntje. Dat is heel vaak zo. Het is alsof er dus een veertje zit tussen die twee atomen. En zo trillen ze dus ook. Want de klassieke kracht die bij een potentiaal wordt, is hier de afgeleide van. Afgeleide hiervan, of minder afgeleide van, sorry, is minder dan de afgeleide, komt die tweede voor, k x. Dat is een veertje. Zie je dat? Zo'n half k x kwadraat is dus altijd een potentiële energie. Nou, heb ik dus als Hamiltoniaan p kwadraat gedeeld door 2m, dus een half kx. Nu leen ik van de klassieke mechanica, ja, dat die veertjes met een zekere frequentie trillen, eigen frequentie omgaan. Dan ga ik allerlei constantes hernormeren, dat is allemaal niet belangrijk. Ik ga deze willen schrijven als een h keer omega x min ik x plus ik. Dat zou ik graag willen. Klassiek gaat dat heel goed. Er staat x kwadraat min i plus i, dat geeft netjes plus p kwadraat x plus ip min ip, en die vallen tegen elkaar. Ziet u dat? Kwantummechanisch kan dat niet. Het heeft dan in de duur dat die dingen niet commuteren. Hè. De operator x is gewoon een x ervoor zetten. En de operator p is h gedeeld door i dx doen. Ja. P keer x, dat is dus h gedeeld door i dx van x phi van x, is niet meer hetzelfde als x keer p. H gedeeld door i ddx phi van x. Dan staat die x daar. Nee, niet meer hetzelfde. Het heet dat ze niet commuteren. Dat is wat ze doen. Dus als ik diezelfde opsplitsing zou doen, kwantummechanisch, blijf je nog een term haastreep omega over.
Deze is een samengestelde operator. Hè? Een x-in en een p-in. A-dekker. Deze moet A. Die staat dus eigenlijk A over A. A-dekker A. Plus een half. Dat is iets interessants. Als ik lang zou nadenken, zou ik ontdekken dat A dekker A, A dekker komt van 4, dat daar bij die term die daarvoor staat 1 bij opkomt. Dat komt dus overeen met de energie van die oorspronkelijke plus H spin omega. En hetzelfde als ik dat doe met A, komt het eerst goed in het probleem met de energie van de oorspronkelijke min H-streep over. Dus die A-dekker en die A die zorgen ervoor dat ik als het ware het laddertje omhoog kan lopen of het laddertje naar beneden kan lopen. Ziet u dat? Dat heette nou creatie en annulatie over het hoofd. U maakt een excitatie met één hogere energie of juist één lagere energie. Dus als je die A-dekkers en die A's ziet, kwam van wel de theorie bijvoorbeeld, is het analogon van dit en een andere ding. Maar als dat een laddertje is waar ik op en neer kan lopen, dan is de volgende vraag, is daar een laagste sport of een hoogste sport? Dat mag ook, hè? Mijn hoogste sport van energie is een beetje lastig, hè? We hebben liever een laagste sport, hè? De energie moet aan de onderkant begrensd zijn. Als ik eenmaal naar de onderste sport heb, die nul geeft, dan kan ik zo dat laddertje oplopen. Maar die ladder blijkt te zijn, dat blijkt zo te zijn. Dat is het onderste spoor. Met andere woorden, de energie van een harmonisch oscillator. E is H streep omega. N plus een half. En het onderste spoor is dus een half H streep omega. Komt u die uitdrukking ergens bekend voor? Weet je nog helemaal het begin van mijn verhaal? Meneer Planck met zijn aanname voor de energie, voor de... ja? Dus blijkbaar is die elektromagnetische veld in een essentie van dezelfde vorm als die harmonische schrijf. Heeft hij ook creatie en annulatie op elkaar? Ja, die commenteren ook net niet met elkaar, zo heet dat dan, hè? Ik heb ook de term halfstuk, haastuk op. En die manier van naar velden kijken, dat heet de kwantumveldentheorie. Dat werkt eigenlijk aan een analogon wat ik me nu in het heel klein, heel snel voorgedaan heb met die harmonische zwaard. Het ladderoperator. Ik weet niet, er was een chemicus, hè? Daar is hij. Ja, daar is hij. Hetzelfde werkt voor de impuls. Daar kon je ook ladderoperatoren voor verzinnen. Dat maakte de waarde van, je hoort bij LZ 1 groter. Of LX min ILI. Dat maakt hem 1 kleiner. Dan had je ook zo'n laddertje. En daarom is de impulsmoment, de LZ-waarde van het impulsmoment, is altijd een geheel getal keer gabar toevallig. Dus die toevallig altijd overal tussensluit. Ook een laddertje, discrete sport. Dus dat de natuur gekwantiseerd is zoals je wilt, is eigenlijk meer een ongeluk, een mooi ongeluk, hè, dan dat het een diepere betekenis heeft. Je kan namelijk alles in die creatie- en annulatieoperatoren zijn beschrijven. En die manier van de natuur beschrijven, dat je de letterlijk die kwantisatie al induwt eigenlijk, hè, in termen van creatie- en annulatieoperatoren, dat is de kwantumveldentheorie. En als ik een molecuul bekijk, stel voor, ik zou een heel simpel molecuul bekijken. Hè. Dat heeft één toestand. Hier. Dat geef ik met een C aan. En één toestand hier, die geef ik met een letter F aan.
dan zou de Hamiltoniaan de hand zijn. Energie van toestand C, C lekker C. Dat is dezelfde structuur die ik hier heb zien, A, A lekker. Dat telt hoeveel deeltjes daar in die toestand zitten. Plus F lekker F. En dan gaan ze elkaar ook voelen. Dat heet dan de hybridisatie. Daar leg ik graag om in onder deze les op tegel. K. Ik haal een F-toestand weg en die komt als C terug. Dat is de ene kant uitvoeren. Maar als ik hem de ene kant uitvoer, voer ik hem net zo hard de andere kant uit. Hè? Dus ik haal een C-toestand weg, stop een F-toestand weg. Zo ziet dat dan straks uit. Dat ziet er toch veel eleganter uit dan al die HIDDX, potentialen waar je hem op kan kuren van moet. Dat is kwantumdeeltje. Er was nog een vraag over meneer Verlinde? Ik heb nog 5 minuutjes. Ja. Heb ik dat nog of niet? Nee. Tijd is om mij. Ja. Ja, toch maar. Ja. Het idee eigenlijk is, het oorspronkelijke idee is, als je, dat zal hij vast ook zo verteld hebben, een hologram is eigenlijk een heel raar ding. Want je slaat driedimensionale informatie op in een tweedimensionaal vlak. En het hele driedimensionale voorwerp is uit die informatie terug te halen. Nou blijkt dat de natuur dat meer doet. Als je bijvoorbeeld de wetten van Maxwell neemt, de wetten van Maxwell vertellen mij, als ik hier een positieve lading heb, krijg ik daar een veld omheen. Ik zou daar een vlak zo omheen tekenen. En ik geef u hoe die veldlijnen door dat vlak heen steken. Kunt u terugrekenen hoe die lading in essentie binnenin zat. Ziet u dat ik driedimensionale informatie tweedimensionaal opgeslagen heb? Ook elektromagnetisme heeft dat. Ja, dus bijvoorbeeld ook dat Lagrange-formalisme. Stel nou eens voor. Er zou informatie zijn waarmee dat niet kan. Stel dat zou bestaan. Dat is een stelvraag. Ziet u dat hij met het woord informatie net zo speelt als ik met het woord toestand speelde? Ik weet niet wat het is. Ik weet alleen hoe ik hem kan herkennen. Het soort informatie wat ik kan herkennen. De stickertjes op mijn koffer. Want de Verlinde doet hetzelfde. Pak de stickertjes op een keer op koffer. Als dat zo is, hè. Als zulke informatie zou bestaan die ik niet op de informatie zou kunnen opslaan, maar wel daar binnenin zit, hoe zou die informatie dat zich dan gebruiken? Dan moet ik opletten dat ik niet de tweede hoogte van de thermodynamica kan brengen. En dat kun je alleen maar toe mag nemen. Ja, dat mag nooit afnemen. En dan blijkt dat je de algemene relativiteitstheorie kunt beschrijven in termen van die bijzondere nieuwe soort van informatie. Dat is wat hij doet. En dat is eigenlijk het spelletje wat hij doet. Dus kan ik die, als nou informatie zou bestaan die ik niet kan opslaan op de tweedimensionale vlak, hoe moet die zich daar gedragen dat het conform de drie wetten van de thermodynamica is? Want die moeten altijd gelden. En dat leidt hem, dat die thermodynamica helpt hem dus af te leiden wat die eigenschappen dan moeten zijn van die informatie. En dan blijkt die informatie dan dezelfde structuur geeft, ziet u, dat wordt weer gedacht in termen van structuur, hè? De natuur geeft geen flikker om, sorry, geen donder om onze sentimenten, ja? Denkt alleen maar in structuur. Hè? Dat de structuur geeft van de algemene relativiteitstheorie. Maar die theorie zit nog vol gaten, hè? Die is nog niet af. Alleen, ik vind dat die er belovenswaardig uitziet, andere mensen denken er anders over. Maar ja, ik ben een vaste stoffysicus. Wij maken snel krijgsgevangenen. En als we het dan niet later kunnen gebruiken, laten we ze los. Hè? Wij zijn snel enthousiast in krijgsgevangenen. Dus als je bijvoorbeeld iemand als Gideon is een algemeen komt uit de speciale of de hoge energiefysica, die denken anders. Die zijn veel voorzichtiger met wild worden over een idee.
Ik ben groot geworden, je wordt wild over een idee en dan begin je te lopen. En dan vind je vanzelf aan een ander idee wat het wel doet, en wat ook leuk was. Dat komt omdat vast de stof zo in elkaar zit. Er zijn zoveel vreemde effecten, je struikelt er wel over iets anders interessant. Hij is groot geworden met het idee dat als je mikt op het verkeerde paard, hè, dat je wel heel dullig kunt uitkomen. Dat is namelijk de hoge energie. Dat speelt daar ook doorheen. Dat is heel kort wat er eigenlijk aan de hand is. Dat is wat hij doet. Daarom is de thermodynamica zo voor onbelangrijk. Dat is de enige manier dat hij informatie kan achterhalen. Hoe die informatie er dan uit. Ja? Wat ik daar zie, dat doet mij een beetje denken aan een hele grote ton in speeltuin. Op een manier, ja. Dat is de eerste wet van Maxwell, hè? Ze zijn wat ingewikkelder, maar dat is het idee. Ja? Zo. Ja. Wat gauw wordt? Ja? Iets geleerd vandaag? Ja. Ja. Ja.